Als je over nadenkt voor het werelds populairste drankje, een excuus voor van alles en nog wat. Ga maar na. Je wil pauze hebben van de hele lange werksuur, samen met je collega's of je wil gezellig met je vriendinnen het weekend bespreken. Of je moet luisteren naar het tragische verhaal van de meest oninteressante persoon die je kent. En wie kijkt er nou niet naar uit? De weg naar het koffieautomaat met tussenstop langs je leukste collega of je allerliefste klasgenoot met de vraag of die ook een kopje wil. Koffie wordt heel veel gedronken in Nederland. Wie van jullie drinkt er bijvoorbeeld allemaal koffie? Nou, dat is al ongeveer de helft. En wie drinkt er al meer dan 3 kopjes per dag? Dat zijn er ook al een paar. Nou, in Nederland drinkt de gemiddelde Nederlander ongeveer 150 liter koffie per jaar. En 58% drinkt hun eerste kopje al voor 8 uur 's morgens. Nou, nu is de vraag, wat doet koffie nu eigenlijk? Is het net zo gezond en onschuldig als wij denken? Daar wil ik met jullie deze presentatie over hebben. Ik ben Sander Schoenmaker en deze presentatie is eigenlijk gericht op de mensen die willen beginnen met koffie drinken of die juist willen stoppen met koffie drinken, omdat ze niet weten wat nou de juiste gevolgen zijn van koffie. Nou, waar wil ik het over hebben met jullie? Ten eerste, waar en hoe wordt de koffie gemaakt? De meesten weten van jullie wel dat het koffie gemaakt wordt van koffiebonen, maar het is nog vrij onbekend waar deze vandaan komen en hoe deze worden gemaakt. Ten tweede, hoe komt koffie zo populair? Hier wil ik meestal over Douwe Egbers praten, hoe we hun marketing doen. En tenslotte de gevolgen van koffie. Welke effecten zijn er fabels en welke zijn de echte feiten? Nou, ten eerste, hoe wordt koffie gemaakt? Koffie komt van de koffieplant en deze wordt gebrand en gemalen. Deze plant wordt ook wel coffea genoemd, vandaar ook de naam koffie. Er bestaan zo'n 60 soorten koffieplanten en deze planten hebben allemaal verschillende vormen. Ze kunnen de vorm hebben van een struik, maar ook van een liaan of een kruipende plant of van een boom. Die bomen die worden soms wel 15 meter hoog. Ze houden ze wel klein tot 3 meter, omdat anders de mensen ze minder makkelijk kunnen plukken. De zaden van die planten, dat zijn de koffiebonen. Deze worden gebrand en gemalen in een koffiebranderij. Vroeger deden ze het thuis zelf, omdat ze die branderij nog niet hadden. Dan gingen ze zelf met een potje en een staafje de koffiebonen malen. De koffiebonen komen vooral bij de gebieden rond Evenaar voor. En dan de meest voorkomende landen zijn Brazilië, Colombia en Vietnam. Dit zijn ook de landen waar koffie het belangrijkste exportproduct is. In Nederland is het belangrijkste merk Van Nelle tot in 1989, toen werd het overgenomen door Douwe Egberts, die jullie denk ik wel allemaal kennen. Hoe komt koffie zo populair? Koffie werd in eerste instantie gegeten. De Afrikaanse stammen combineerden koffiebonen met vet, zodat ze energiebanden konden maken en de hele dag door konden. Maar zo is koffie niet populair geworden als drankje. Dit kwam door de islam. De moslims mochten geen alcohol drinken van de Koran, maar ze wilden wel het opwekkende gevoel beleven. Dus ze begonnen met koffie te drinken. En zo is koffie eigenlijk steeds populairder geworden en zijn veel meer mensen het gaan drinken. Nou, in Nederland is Douwe Egbers het populairste koffiemerk. Ze zijn zo bekend geworden vooral door de reclame in de jaren 80. In de reclame speelt zich een liedje af op de achtergrond. En door dat liedje, als je koffie hoort, dan denk je aan het liedje. En als je het liedje hoort, denk je aan koffie. En ik zou dat ook even laten zien. Elke woord een nieuws in de bus. Is wel vroeg op en soms een taaie plus. Nog een paar straten verder en dan ga je vlug. Met de laatste krant naar huis terug. Want met je gezinnetje op de bank te zitten. En daar hoort natuurlijk een lekker bakje koffie bij.
Dus het is heel goed van daar echt best om het zo niet magelijk te laten krijgen. Omdat ja, gezinnen die kijken er naar uit om thuis te komen en een bakje koffie te drinken. In 2009 wilde daar echt best een nieuwe doelgroep aan aanspreken, de jongeren. En daarvoor gebruikten ze dit reclame voor. Dus check. Ik zit in mijn hardie. 50 cent spontane speaker. Je weet toch gewoon chill. Dus ik moet die bak vet houden, toch? Komt die scooter met zijn nette patas. No? Zegt die kapper tegen me dat ik hier niet zo hard mag boeken. En dat ik een toekoe moet pasen. Ik zeg, hé, te moeilijk. Ben je bitch niet? Gelukkig. Dit reclamespotje is natuurlijk hartstikke grappig. Je hoort de jongeren ook op straat die oma's napraten. Je hoort natuurlijk niet vaak oma's straat al praten. Dus ik denk ook echt dat de jongeren door dit spotje meer koffie zijn gaan drinken. Nou, we kunnen nu wel zeggen dat we echt best zo populair is geworden door een goede marketing en door een leuke reclames. En wat zijn de gevolgen van koffie? De effecten werden ontdekt bij de Ethiopische boeren. Die hadden hun rijkte gevoerd met koffiebonen en daardoor begonnen ze te dansen op het grasveld. Dit werd doorverteld en doorverteld en toen begonnen de monniken er een drankje van te maken en zo is eigenlijk het effect van koffie ontdekt. Maar wat zijn nou eigenlijk de effecten die echt waar zijn en welke effecten zijn fabels? Nou, ik zal beginnen met de fabels. Ze zeggen dat het slecht is voor je bloeddruk. Nou, dit is een fabel. Ze adviseren mensen met een hoge bloeddruk om minder koffie te drinken of om cafeïnevrije koffie te drinken, omdat hun bloeddruk nog meer kan verhogen. Maar dit is meestal alleen zo bij koffie uit automaten, dus het hoeft niet zo te zijn. De tweede fabel is dus de fabel dat je er nuchter van wordt. En er is onderzoek gedaan bij mensen die alleen alcohol opladen en alcohol en koffie opladen. En ze hadden dezelfde motorische coördinatie en visuele reactiesnelheid. Het verschilde niet, dus je kan niet als je na een avondje stappen een kopje koffie op hebt in de auto terug naar huis rijden, want dan gaat het fout. De derde fabel is dat het verslavend is. Het is eigenlijk een beetje half feit, half fabel, want er treedt wel gewenning op. Als je bijvoorbeeld 4 kopjes koffie per dag drinkt, iedere dag, en je wil ermee stoppen, dan kan je van klachten. Je kan hoofdpijn krijgen, je wordt slaperig en de meeste mensen die willen het niet, dus die beginnen gewoon met koffie drinken. Als je echt veel koffie per dag drinkt, kom je er dus niet zomaar van af, maar het is niet echt verslavend. Naar de feiten. Het geeft een opwekkend effect. Dit zorgt ervoor dat je alerter wordt, je concentratievermogen wordt groter en je uithoudingsvermogen wordt langer. Dit zorgt ervoor dat je wakker kan blijven achter het stuur. Er is ook een onderzoek geweest. Dat je beter koffie kan drinken als je een lange vakantieritme doet, dat je een dusje kan doen. Want als je koffie drinkt, dan rijdt 75% hetzelfde als overdag. Maar als je een dusje doet, dan rijdt 66% maar hetzelfde als overdag. De derde feit is dat het effect heeft op je cholesterol. Dit is wel een negatief effect, want je bloedvaten worden er dunner van en daardoor moet je hart sneller pompen om dezelfde hoeveelheid bloed weer in je lichaam te kunnen krijgen. Het vierde feit is wel een positief feit, maar het geldt alleen als je bijna nooit of nooit koffie drinkt. Als je na een harde workout de volgende dag helemaal stijf staat van de spierpijn, dan kan je dan 2 kopjes koffie drinken en dan helpt dat om die spierpijn te verminderen. En de laatste feit gaat over de cupmaat, meer voor de vrouwen. Volgens de Zweedse onderzoekers, als je dan 3 kopjes koffie per dag drinkt als vrouw, dan kan dat je borsten verkleinen. Ze verdwijnen nooit helemaal natuurlijk, maar ze verminderen wel in omvang. Dit ligt aan het feit dat er een gen is onder ongeveer de helft van alle vrouwen over de wereld. En die zorgt voor die verkleining van de cupmaat. Het hoeft dus niet bij jou voor te komen. Nou, de conclusie. Is koffie nu echt zo gezond en onschuldig als wij denken? Er is niks mis met koffie, er zijn wel negatieve gevolgen. Maar dat zijn meestal fabels. Je kan verslaafd raken, maar dat is alleen als je heel veel koffie drinkt. Dus je hoeft niet bang te zijn om te beginnen of verder te gaan. Als je begint, zorg er dan wel voor dat je niet gelijk 80 tot 100 koffies drinkt, want dan overlijd je ter plekke. Dus geniet maar drinken met mate.